ze zijn nu weer met. Ik zit niet op dat moment te wachten. Je had toen ooit een dik advocaat. Je had toen ooit een keer aan hem afgezegd. Ik weet niet of je die nog herinnert. Toen zei hij, ja, ik heb dingen maandelijk gehad of zo. Nee, dat ik de lens over me zijn. En dat irriteerde me ook. Een paar keer maandeloos. Eén keer in maart, volgens mij twee splinten. Toen irriteerde me dat maandeloos. Ik was helemaal klaar. Maar ja, buiten is. Radio uitkomt, het is echt wel een dingetje goed. Maar ja, het is achteraf maar wel heel goed geweest. Dat je zoiets denkt. December, dan is het wel verschrikkelijk. Maar goed, ook wat je zegt, hè, seizoen 1920, niet meer afgemaakt, en ook helemaal niet meer voltooid. En dat zag je wel aankomen, omdat je ook denkt van ja. Wow, serieus. Voel je je gelijk in de baan ingenomen. En dan denk je van ja, prima. Maar goed,
staat een politieauto. Ik weet gewoon niet hoe het verder moet. Zou ik echt niet weten hoe het verder moet. Hier, en je ziet het ook niet op straat. Je loopt. Je loopt er gewoon niet doorheen, man. Dat is zo. Dat dat gewoon de reden is om het afmaken. Want zoals ik je vertelde, ik kan nog steeds doeken in het dus terugrijden. Dus lijkt me dat de Foxport helemaal niet weg is, alsof het een andere kleur heb gekregen. Tuurlijk, dan wacht je wel op iets. Maar ja, je had ook weer niet verwacht dat de Eredivisie hier zou worden. Maar ik bedoel, die schandalige beslissing in februari. Als dat niet was gebeurd, had ik nou geschreven. Onder leven gehad, denk ik. Maar ja, ik ken deze plek toch wel. Je hebt twee jaar ook gespeeld. Oké, heb je Jeffrey. Kijk naar Leibniz. Ik kan er van de weg niet achter deze missie. Van het feit dat het echt een schande vindt. Dus zo moet gewoon niet meer afgemaakt worden, man. Of het nou Fox of die Sven heeft, dat maakt niet uit. Als het nou ja stilgelegd. Deze zoek is al stilgelegd in 1920, maar dat had je al verwacht op dat geval. Maar goed, en dan merk je al gelijk van nog een seizoen. Zoiets gewoon niet doen. Ik kan zoiets gewoon niet maken. Om het zo moet dan zo te zeggen een derde ding. Ik heb ook gezegd dat dit absoluut niet kan. Zou het in zijn auto? Nee, grapje. De auto toe op zijn vertaal wordt door. Nou, rij maar achter me aan. Oké, dus Jeff heeft nu Martin dus ontmoet. Hij heeft dezelfde kant op, maar ik denk dat hij de andere kant op gaat. Ik denk. Of het er nou, wat oplevert, ik denk het echt niet. Joop, natuurlijk. Leef gewoon niet meer in die jaren ervoor. Niet die 98, niet die 29. Ik bedoel, dat is gewoon het erge pittige daarvan. Zo, dat is zo heftig, zeg wat we even zei.
is wel heftig wat Tweffelin allemaal zegt. Ja, dat is een punt. Ik heb gewoon gelijk over het seizoen. Je kan gewoon geen seizoen meer afmaken. Het interesseert me trouwens geen reet over hoe volgens heet, maar ja. Het is gewoon een schande. Waarom wordt Smeet er dan wel geannuleerd? Ja, dat is een puntje, ja. Als je dat zo aan het begin van het seizoen had verwacht, dan toen op 2 augustus, dan raak het je wel diep, ja, als je dat hoort. En dan ga je volgend jaar in. Je wordt alleen maar erger, je wordt gewoon geen seizoen afgemaakt. Wat ik had gedaan, want ik had het in eind maart had ik het stilgelegd. Dan had je toch één keer een topper gehad, één keer een klassieker gehad, en één keer een derby van het noorden, één keer een Gelderse derby. En et cetera. Maar als dat dan niet lukt, door die schandalige beslissing in februari, dan wordt het alleen maar erger op. Get in the fan. Hier, daar is de fan. Ik moet niet zo gaan janken, want